je aanmelden. Ja. Wanneer heb je dat gedaan? Wel heel lange tijd geleden. Oké. Okay. Weet je niet dat het vorige zomer was hier? Ik denk iets later als de zomer. Ik denk rond. Ja, eigenlijk de zomer. En toen hebben ze me daarna. Kregen we het provinciaal jeugddebat. En dan gingen we 12 kinderen door. Volgens mij was het in november de meeste. Ja. Ik wil later heel graag de politiek in. Ja, het lijkt me echt heel erg leuk. Ja. En daarom dacht ik, nou, dat was een goede voorbereiding. En dan kan ik, ja, het is voor mij later wat makkelijker. En dan snap ik allemaal wat meer van hoe het in principe zal gaan. Ja, dus dan weet je, ik kom je ook een beetje met de ministers in. Ja, inderdaad. Ja. En waarom vind je de politiek zo leuk? Vind je een speciaal? Omdat ze, ja, ze praten eigenlijk over het land zelf en natuurlijk de culturele samenleving. En dat inspireert mij heel erg. En daar zal ik graag later wat mee willen doen. En ook vind ik leuk om te discussiëren over de stellingen die je ja, eigenlijk voor je zal krijgen. En ja, uit wat voor achtergrond? Praat je thuis ook heel veel over politiek? Dat helemaal niet. Nee, niet zo heel erg veel. Als ik mijn moeder erover praat, dan denkt ze wel eens van, oh ja, waar heb je het eigenlijk over? Ja. Maar met mijn oma praat ik er wel eens over. Oké, okay, en waar praat je dan over met je oma? Bijvoorbeeld over de economie. Ja. En dan specifiek de inkomens. Mm-hmm. En als we over discussiëren, bijvoorbeeld, ik doe dan wel eens een nepdebat met mijn oma, bijvoorbeeld door de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken. En daar gaan we helemaal over discussiëren. Okay. Dus dat doe ik altijd dan wel met mijn oma. Ja. En het nepdebat, was dat al voordat je hiervoor had aangemeld? Ja. Dus daarvoor deed je het? Ja, ik vond het helemaal geweldig om in discussie te gaan. Wat leuk. En dan vooral als je natuurlijk veel tegenwerpingen zal krijgen. Ja. Dus je kan goede dingen verzinnen. Ja. Best wel groot. Ja. Alleen al snel voel je je op je gemak, omdat je natuurlijk ook later ook echt wat mee wil gaan doen. En toen gingen ze over het onderwerp praten sport. Ja. En hoe ze dat bijvoorbeeld meer leerlingen zouden gaan sporten door voorlichtingen of juist door wat anders. Dus meer gaan bewegen. Bewegen, ja. Toen had je nog geen voorbereiding gehad? Nee, nog geen voorbereiding. Of vond je het dan niet erg spannend? Ik vond het wel heel erg spannend, maar je komt natuurlijk samen tot één idee. Yeah. En dat heeft wel een tijdje geduurd, omdat je natuurlijk samen ook mee ingaat en erover gaat praten. Maar toen het eenmaal zover was en toen het ging beginnen, dacht ik wel even van, oeh, spannend. Ja, want je mond wel zeker. Ja, want ik was dan presentator, dus ik mocht het idee voorstellen. Ja, en je was presentator tijdens het provinciaal jeugddebat. Ja. Mooi voor het heftig. Heftig, ja. Dus ik mocht gelijk beginnen met praten. Ik dacht even van, eng. Ja. En nu zal ik dan ook bij het aankomende jeugddebat ook presentator zijn. Oké, okay. Doe je zelf wel mee aan de pas? Ja. En als je presentatie bent, wat moet je dan allemaal Het idee wat we met de groep samen hebben gesteld met de fractie, mag je dan voorleggen tegenover de mensen waar de politie. Ja. Dus jullie hebben echt een fractie gevormd? Ja. En daar heb jij dus presentatie gehad? Ja, spannend. De fracties, de woordvoerder en de analisten. Ja. En uiteindelijk. Je zei fractie, woordvoerder en analisten, is dat één groep? Ja, in de fractie zitten zeg maar de woordvoerders, de analisten en de presentatoren. Okay. En de woordvoerders, nee, die voeren dus het debat. En de analisten, Die bedenken zeg maar hoe ze ergens op moeten reageren. Zoals als iemand een tegenargument geeft, zullen hun zeg maar, ja, het brein zijn eigenlijk niet voor een groot deel tegen. Ja, ik snap het. Weerleggen.
En de woordvoerders die voeren dus het woord. En de presentator, dat ben jij. Ja. Doe je dan ook wel gewoon mee met het debat? Ja, uiteindelijk word je na, zeg maar, als je je idee hebt gepresenteerd, word je analist. En ben je ook eigenlijk het brein, om maar zo te zeggen. Dus als je presenteert en daarna doe je gewoon mee? Ja. Okay. En tijdens het provinciaal jeugddebat, hoe pakte je dat eigenlijk aan? Want toen moest je ook politici overtuigen. Ja, nou, als eerste tegenwerping wat we kregen was de financiën. Ja. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, daar kan je wel vaak eens of ja, dan kan je wat van school oppakken. Ja. Dus dat ik er, had ik gezegd van ja, de school is een non-profit organisatie en dan mag geen winst maken. En aangezien de school toch altijd de winst zal maken, kan het daar worden geïnvesteerd. Ja. En dat was eigenlijk mijn eerste argumentje die ik echt maakte. Toen dacht ik, oh, het gaat eigenlijk wel goed. En dat was eigenlijk de spits van af te weten. Oké, ja. Dus toen viel dus al mee. Ja, inderdaad. En wat was jouw tactiek om die politici te overtuigen? Ja, om heel erg duidelijk te zijn en niet echt te manipuleren, maar wel dat er genoeg overtuiging is van het zal echt heel goed zijn voor zo en zo en zo. Ja, dus dat we echt met genoeg argumenten kwamen om de politie te overtuigen. Dus genoeg argumenten, dat is eigenlijk jouw tactiek? Tactiek, ja. Gewoon met heel veel enthousiasme. Ja, heel veel enthousiasme, ja. Oké, en ging het goed voor je gevoel? Ja, het ging wel goed. Okay. Eerst dacht ik gewoon een beetje zenuwachtig. Ja. En toen ik me er even later terug hoor, dacht ik, oh nee, ik heb het toch wel best wel goed gedaan. Ja. Dus je moest eerst het spits afbijten en daarna ging het wel goed. Ja, goed, ja. En toen hadden jullie toen al een probleem wat jullie moesten aanpassen, zeg maar? Ja, dan dus zeg maar de beweging van de kinderen. Ja. Dat was dan echt... het probleem. En daar moesten wij oplossingen voor vinden. Ja. En had je dat dan zelf gedacht? Of was het meer een oefening? Ja, meer een oefening, maar doe je zeg met z'n allen, verzin je een oplossing daarvoor. Oké, dus in de Tweede Kamer hadden ze bedacht van jullie moeten daar oplossingen voor bedenken? Ja. Hadden jullie toen al groepjes gevormd? Ja, toen hadden we al groepjes gevormd. Alleen uiteindelijk ga je dan natuurlijk wel uit elkaar, omdat ze nu natuurlijk naar het internationaal jeugd gaan. Ja. En dan doe je natuurlijk ook veel mensen af. Ja. Jullie moesten een oplossing vinden voor hoe krijg je eigenlijk jeugd in beweging? In beweging, ja. Wat waren jouw argumenten? Mijn ideeën waren eerst de voorlichtingen. Ja. En gewoon voorlichtingen op school? Op school, ja. Weet je nog meer hoe je, wat jouw argumenten waren? Dat is een goede vraag, moet ik even denken hoor. Ja. Volgens mij was het dat de verenigingen wat goedkoper moesten worden. Okay. Ja. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je bij de selectie zat? Nou, het was heel leuk, want ik werd gelijk als eerste genoemd. Dus ik hoefde niet echt af te wachten. Ja. En dat was zo leuk. Ja. Ik dacht echt van, oh yes. Ja, ik dacht echt bij mezelf, oeh, ik moet echt gaan springen eigenlijk. Ja. Ja. Ik dacht echt van, oh yes, ik word gekozen. Ja. En toen liep ik daarheen. Dat was echt gewoon heel erg. Ja, dus je hoort eigenlijk gelijk. Ja. Maar je ging ook springen. Ik dacht, ik sprong echt zo, oh yes, ik word genoemd. Dat is een grappig. Ja. Ja, dat is wel leuk. En ja, nu zit ik uiteindelijk bij het Nationaal Jeugd. Ja. Maar had je verwacht dat je door zou gaan? Ja, tegenargument en voorargument waren op zich best wel goed. Ja. Ik had het niet helemaal verwacht, alleen ik dacht wel, nou, misschien is er een klein kansje dat ik er misschien bij zit. En uiteindelijk zat ik erbij, dat was wel heel erg. Je hield er wel rekening mee. Ja, inderdaad. En toen werd je dus klaargestoomd voor het Nationaal Jeugddebat. Ja. Heb je volgens mij de voorbereidingsweekend gedaan? Ja, we hebben twee voorbereidingsdagen gehad. Een weekend en een dag? En, twee voorbereidingsdagen en een weekend. Dus we hadden eigenlijk in totaal 4 dagen. Ja. Alleen de eerste voorbereidingsdag was ik niet aanwezig. Okay. Omdat ik last had van de spastische darm. Oké, was ik. Ja. Oké. Dus één dag was je niet aanwezig. Je niet lekker komen. Ja. Oké. Wat deden ze tijdens die voorbereiding? Dus het weekend. Ze gingen het probleem,
produceren, zeg maar. En dat was de duurzaamheid op school. Ja. En dat veel meer leerlingen zich meer bewust van moeten worden. En toen zijn we uiteindelijk tot een stelling gekomen. Omdat je toen dan het idee moet brengen voor dat het volksstof dat het tegen gaat. En zoals de stelling... digitalisering van de schoolboeken en de voorlichting op de school. Oké, okay. Hier in deze periode. Dus jullie waren eerst voor digitalisering van schoolboeken. En voorlichting van schoolboeken. Ja, bedankt dat ik even. Maar een stelling is altijd dat je iets bevestigt. Ja, het was zeg maar, de stelling was van. Even doen, de vraag was zeg maar aan de Tweede Kamer van digitalisering van de schoolboeken, of dat dat mogelijk is uiteindelijk. Ja. En daar zullen we natuurlijk onze argumenten voor krijgen. Dus jullie stelling was eigenlijk, het is mogelijk om school, of het is goed om schoolboeken te digitaliseren. En voor een betere economie. Het is goed om schoolboeken te digitaliseren. Ja. Maar als je digitaliseert, dan komt er toch ook weer elektriciteit bij kijken. Is dat dan wel duurzaam? Dat klopt, daar hebben we ook aangedacht. Ja. Er schijnen zonne. Even denken, hoe heet het ook alweer? Zonne-energie. Zonne-energie met zonnepanelen in het apparaat zou kunnen. Worden gevestigd, waardoor er minder stroom zal, minder stroomgebruik zou moeten zijn. Ja, en uiteindelijk zal het ook goedkoper worden, om het zo te zeggen. Ja. Wat langere termijn. Dus het is niet goed om al die schoolboeken te drukken, omdat er eigenlijk zoveel papier dan bij want komt kijken. Voor 1 kilo papier gebruik je volgens mij 10.000. Ja, 10.000 kubieke liter aan schoon water, dus dat is behoorlijk veel. Ja, hoeveel zei je? 10.000? Ja, als ik het goed heb hoor, maar ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij is het in ieder geval 10.000 kubieke liter. Ja. En nou ja, ik werk natuurlijk ook heel veel bomen. Ja, heel veel bomen. Ja. En die probleem, zeg maar, over duurzaamheid op school. Het probleem werd zeg maar voor ons voorgelegd, uit de Tweede Kamer waarschijnlijk. En daar moesten we een oplossing voor zien te vinden. En toen kwamen we met die oplossing eigenlijk. Oké, okay. De oplossing was dus het digitaliseren van school. Ook okay. De voorlichting, ja. Oké, okay, had die voorlichting daar mee te maken? We hebben zeg maar vier verschillende fracties. En die zijn ingedeeld in twee fracties. Dus dan heb je blauw, geel, rood en groen. En dan heb je fractie blauw in twee fracties. En digitalisering was van onze fractie en de voorlichting was van de andere fractie. Oké, dus jij gaat geen voorlichting doen? Nee, in ieder geval daar hebben wij niet voor gekozen. Maar uiteindelijk zou het tot één idee leiden en zo kwam het dus uit. Oké, En wat heb je eigenlijk geleerd tijdens die voorbereidingsdagen? Ik zal heel eerlijk zeggen, ik wist niet zo heel veel over duurzaamheid. Ja. En nu ben ik veel meer te weten gekomen. En wat is het belangrijkste wat je te weten bent gekomen? Dat er gewoon ontzettend veel geld en stroom wordt verspild eigenlijk. Doordat mensen er zich niet bewust van zijn wat de duurzaamheid, of ja, waartoe kan leiden. Oké, okay. Dus veel geld en stroom verspild? Ja, heel dan veel. Dan waaraan vooral? Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld aan de verwarming, aan de papiertjes zoals voor toetsen. Er gaan zoveel plaatjes gewoon de prullenbak in. Ja. En dat is gewoon heel erg zonde. Maar jullie hebben je nu alleen op de schoolboeken zeg maar gericht? Ja. En waarom dan niet zeg maar breder? We waren begonnen met natuurlijk allemaal ideeën, dus iedereen mocht brainstormen erover. Mm-hmm. Alleen papier bleek uiteindelijk toch wel echt dat daar het meeste verspild in wordt. Okay. En toen zijn we tot de conclusie gekomen van de digitalisering van de schoolboeken. Ja. Okay. Dus je vindt eigenlijk dat alle schoolboeken, ik wou niet zeggen op een iPad, dat is wel lastig. Maar waar wil je dan dat die schoolboeken op te zien zijn? Over een tablet, uiteindelijk. Een tablet. Ja, een tablet.
Maar nou, dat is natuurlijk wel een grote investering. Ja, daar hebben we ook aan gedacht. Ja. Uiteindelijk zal het ongeveer hetzelfde geld kosten als het boekensysteem. Mm-hmm. Want het boekensysteem is natuurlijk algemeen bekend dat daar de overheid ook al mee zal betalen en ook een deel ouders. Ja. Wanneer in plaats van dat ze nu boeken zijn nu de tablet, zeg maar. Okay. En op lange termijn zal dat goedkoper zijn in plaats van de schoolboeken. Oké, okay, ja. Dus goedkoper op lange termijn. Ja. En die zonnepanelen, hoe gaat het dan in zijn werk?